Een fijne wandeling door de natuur werd de hond van Paul Heijsen uit Leuth bijna fataal. Ze kreeg een gasaar in haar neus en de operatie was zo complex dat hond Kira dat bijna niet overleefde. Baasje Paul is sindsdien op een missie. Met andere hondenbezitters uit Leuth plukt hij de grasaren in het dorp en via een WhatsApp-groep waarschuwt hij hondenbezitters waar de onschuldig ogende grassen te vinden zijn. De grasaren zijn een steeds groter groeiend probleem. Doordat er anders bemaaid wordt en men gras langer laat groeien, omdat dit goed is voor vlinders en bijen, zien we daar nu de keerzijde van. De grasaren zijn een steeds groter gevaar voor kat en hond. Nou, die grasaren die hebben weerhaakjes. He, dat zijn eigenlijk zaadjes met weerhaakjes, van die pluimpjes. Je kent ze wel, want ze gaan soms ook in je eigen kleding zitten. En wat die doen in een honden- of in een kattenvacht, is dat die toch door hun weerhaakjes door de huid trekken, of bijvoorbeeld het oor intrekken of zelfs het oog. En dan geven ze daar ontsteking en pijn. Nou ja, allemaal ellende die je eigenlijk helemaal niet wil. De grasaren in oog of oor zorgen voor een fikse ontsteking bij de huisdieren. Het is belangrijk je huisdier te checken op grasaren na het uitlaten, omdat ze er dan nog uitgekamd kunnen worden. Blijft een dier er langer mee rondlopen, dan moet de dierenarts vaak te pas komen om de grasaar te verwijderen. Dit is niet zonder gevaren. Een grasaar is bij haar in de neus gekomen en ik kon het niet meer uithalen. Uiteindelijk moest ze naar de dierenarts. Eigenlijk ben ik meteen naar naartoe gereden en niet veel later zat ze op de operatietafel. En met een endoscopie en een ondernarcose. En dat is een beetje, dat is bijna fataal geworden, de narcose. De grasaar zelf is vaak heel moeilijk om te zien, al kun je gelukkig wel symptomen herkennen bij je huisdier. Als een hond onverwachts heel veel gaat schudden, is er grote kans, zeker als hij in zo'n veldje hebt gelopen, dat er een grasaar in zijn oor zit. Als hij zijn oog dichtknijpt, dan kan het maar zo zijn dat er zo'n grasaar onder het ooglicht terechtgekomen is. En als hij heel veel gaat likken aan zijn poten bijvoorbeeld, echt manisch likken, dan weet je, hey, er is iets aan de hand. Hij heeft hier pijn, hij heeft hier ongemak. En als je dan gaat onderzoeken, dan zou je zo'n grasaar kunnen vinden. Al blijft het wel moeilijk. Doordat de grasaar loslaat in kleine stukjes en zichzelf vasthaakt met weerhaakjes, zie je het plantje gemakkelijk over het hoofd. Dus pas als hondenbezitter heb je pas door dat er iets mis is met je hond, als het al mis is, als het er al een tijdje zit. Ja, dan is de schade al geleden. Om de wereld een stukje veiliger te maken, gaat baasje Paul met andere omwonenden de grasaren plukken. Hij hoopt uiteindelijk ook te kunnen samenwerken met de gemeente.